thuis. Ja, dankjewel. Ik wil je even voorstellen aan Marley. Een jonge hond, Labrador Retriever, 1,5 jaar oud. Viel al op in het nest door zijn kleur, maar valt ook op door zijn talent. Hij is namelijk heel goed op te leiden tot KNGF-geleidehond. Ja, dit is de Johannesschool en hier zamelen ze geld in ieder jaar weer voor het goede doel. Daar ben je, Marley. KNGF-geleidehonden verstuurt regelmatig berichtjes over hoe het met Marley gaat. Maar ze hebben nog nooit het echt gezien. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan ze verrassen. Kom maar. Ga maar zitten. Dan moet je even hier blijven. Ja, dan adem je zo even hier. Hallo? Ik ben hier met een boodschap. Het is leuk, hè? Schattig, ja. Marley, kom eens. Marley, kom maar. Kom maar. Dit is Marley. Dit is jullie Marley. Marley. Dat is hier wel. Echt schat. Ik vond het echt superleuk. Echt, ja, ik heb geen woorden voor. Durf je te aaien? Ik ben bang voor honden, maar voor blindgeleiden niet, want ik weet dat die rustig zijn. Ze hebben ons verteld dat ze wel heel veel kunnen leren. Het is een leuk project voor ons, omdat dieren heel erg aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. En omdat je zo'n puppydossier hebt, kunnen ze dat ook zien. Ik heb hem een knuffel gegeven. Ik dacht dat het nooit zou gebeuren. Hij heeft echt heel erg veel talent. En doorgaan, hè? Ja. Het is voor het goede doel, ja. Maar het is ook heel erg voor Marley dat het een hele goede hond wordt, hè? Ja? Super. Kom maar. Doei, Marley. Marley, doei. Marley. Ik zou tegen Marley zeggen, veel succes en ik hoop dat je zo doorgaat om mensen te helpen. Ik ben echt trots op Marley. Marley staat te trappelen om geleidehond te worden. Maar ja, er is heel veel liefde en tijd en training voor nodig. En geld natuurlijk. Dus doe net als de kinderen van de Johannesschool. Adopteer een pup en help hem geleidehond te worden. Ga mee, Marley. We gaan naar school. Kom maar.